We zien dus wat uitleg over hoe dat je met de trein kunt rijden. Je protest versnellen met de pijl naar omhoog en vertragen met de pijl naar beneden. En de klaxon en zo, dat komt wel wat uitleg als je die niet hebt. Dus je kunt vertrekken als dat zij hier 6 witte lichten heeft. Dat was informatie die we zich hadden. Als je hier een rood bolletje hebt, dan wordt het 6 witte lichten. En dat is een sign dat we mogen vertrekken. Dat is de vijfde. Het is maximaal 40 km per uur. Maximaal 40. Ja, om snel. Ik nog doen, ik heb Dus de neutrale stand, daar ga je niet meer versnellen. Dat is de beste dat je gaat doen. Ik ben hier. Ja, maar aan de 30, 35 zet, zet je een neutrale stand. Ja, juist, ik denk dat ik het goed heb van de plaats van de stil. Dat is goed. Je gaat volledig op de stilstand komen, je hebt ook een plaats van de stil. Dus hier zie je de twee borden, dat is de lijnnummer waarop dat je rijdt en dat is de maximum snelheid. Dus 160 km per uur is de maximum snelheid die we mogen rijden. Nu even wachten tot als hier 160 opkomt en dan mag je weer versnellen. Wow. Nu kunt je tot 160 optrekken. Nee, de wacht op de De volgende sein is 2 hele lichten. Dan moet je vertragen, want je volgende sein gaat dicht staan. Dat gaat rood zijn, dan moet je kunnen stoppen.
moet er ook te van dat zij de knop de spatiebal van nee, dat moet de grootte van zij. Dat is geen. En nu vertraagt tot 40 km per uur. Dat is nu maar voorgaan. Ja, ze hebben het uur aan. De horloge is toch goed. Ja, zo die mogelijk. Is het hier precies al? Ja, we moeten al vijf dat dubbel raakje van het straks tegenkomen dat gaat hier pas. Het komt hier nog beter voor. Vraag je meer de vraag? Nou ja, het is wel spijtig. Het station houdt de reizigers zich en je moet stoppen ter hoogte van de reizigers. Ja, dat is goed. Dat is voor de deur te open als we stilstaan. Ja, in de realiteit, ik ben dus Christof gaat naar de klant. Ik ben van de Jutte-Middoor. Hij is dus allemaal wat vind je in de Als je het wel opdrekt, dan heb je de deur al geopend. Met die knop kunnen we de deur voeren. Ah ja. Ja, dus het totale verbruik dat we tijdens de rit al verbruikt hebben. Ja. Dus hoe meer tractiekracht dat we geven, hoe meer dat we verbruiken. En dat geeft aan hoeveel dat we tijdens onze rit al verbruikt hebben. Dat kan goed, een soort van, ja. Dus je rijdt nu meer dan 40 km per uur en je zijn staat dicht. Dus dat is een gevaar dat je er voorbij rijdt. Dus nu moeten we even vertragen om tot stilstand te komen voor te zien. Ja, in daar heb je de dit keer. Dat zijn staat dicht. Daar moeten we dit voor. Jij bent al geweest, hè? Jij bent de tweede keer gaan. Als er verandert, was er niemand? Ja. Dat dan ook. Jij moet komen. Voilà, is er echt veel gehoord. Is iedereen een beetje een kat? Volgend jaar op internet. De mannen zijn daar bij, maar dat is het internet al. We hebben een vakje onderweg in de afgelopen jaren. Ik zal er later over zeggen. Ja, dat lukt.